En welkom terug bij mij in de studio, collega Quaraishi Nagisa Singh. Kusha, goedenavond. Goedenavond, Rashid. Alles goed bij jou? Zeker als we vanuit het westen onze opnames doen. Onze operations liggen in het westen van het land. Ja. Al 3 jaar. Mm-hmm. En we komen regelmatig hier, dus je voelt je ook thuis. Dus natuurlijk. Het is heerlijk. Zeker weten, Kusha. Ander punt van discussie natuurlijk. Het is al langer dan 1,5 jaar eigenlijk. Nou ja, 1 jaar en 2 maanden. Dat het nog steeds niet optimaal gesport kan worden in Suriname. Geen competities, niet bij basketbal, niet bij volleybal, al helemaal niet bij voetbal. Het is toch wel een beetje dramatisch. Inderdaad is het dramatisch te noemen. Ja. De wereldsport weer, de wereldvoetbal, basket, volley, alles gaat door. Ja. Met aangepaste en als het moet zeer strenge COVID-regels. Mm-hmm. Alleen vinden wij hier nog dat dat niet kan. En misschien zijn we nog niet ready. En misschien zijn organisaties ook niet ready. Ja. We maken ons ernstig zorgen met wat er gebeurt met de COVID-aantallen elke dag en zoveel doden. Surinamers zijn koppig. Als we niet ons volledig gaan vaccineren, zal dit misschien nog 1,5 jaar gaan duren. En dan gaan we zeggen, jongens, waarom gebeurt het? Mm-hmm. Laten we eens een keertje gedisciplineerd als volk gaan luisteren en massaal gaan vaccineren. En niet op social media gaan en fake news sharen, toch? Ja. Want we maken het allemaal moeilijker om besluiten te nemen. Ik denk dat minister Ammar Amadine, als geen ander wil hebben dat we moeten starten ziet met sport. Ziet dit eigenlijk wel gebeuren, dat iedereen zich gaat vaccineren en dat dan dingen langzaam weer opgepakt kunnen worden? Door de maatregelen van de president, ja, die hij genoemd heeft, is precies het buitenland. Als jij geen gele koorts hebt, mag je bepaalde landen niet binnen. Nee. Ja, als jij niet, straks niet gevaccineerd wordt, ga je misschien ook niet kunnen reizen. Hey, men gaat nog verder, men gaat bedrijven verplichten dat je medewerker moet gaan vaccineren. Maar aan de andere kant, zegt de minister ook, kan je een medewerker wel verplichten, wel of niet, want de discussies zijn er. Ja. Feit is, het gras moet gaan. Mm-hmm. En als we hopen dat de pieken van nu, misschien eind juni, bereikt worden, ja, en we gaan 4-5 maanden gaan vaccineren, dan is de kans kleiner, maar COVID gaat toch nooit meer terug. Ja, precies. Goed, we kijken allemaal wel wat het wordt. Momenteel zit Inter Mungutapu, en ja, zonder trainer Joseph Yuku natuurlijk, in Santo Domingo voor de Caribische Club Voetbalkampioenschappen. En de club die speelt straks, of heeft de halve finale gespeeld. Van dit toernooi. De wedstrijd is om 6 uur vanavond begonnen. We komen daar straks wel op terug. Kusje, Inter Mungutapu die plaatste zich middels een gelijkspel. Zwaar bevochten duel tegen M&M. En daarvoor wisten ze nog, dankzij die 12-0 overwinning op Flames United, wisten zij zich dus te plaatsen voor de wedstrijd die is gespeeld vandaag. Voor het feit dat Joseph Yuku er niet bij is geweest, zou je dan toch wel zeggen van, hey, goede job Inter Mungutapu? Nee, zeker. Degene die waarneemt als assistent coach, ja, die moet de job doen. Alleen die eerste wedstrijd, wie ook op de bank zou plaatsen, ja, zou die wedstrijd winnen. Mm-hmm. Ook al was de masseur de coach, want het leek wel een potje wedstrijd tegen 70-plussers van, ja, Oase, mm-hmm, tegen Inter Mungutapu, bij wijze van spreken. Ja. Dat dit het niveau is van Sint Maarten, is triest. Ja, precies. Toch, dat zij nog meedoen, maar dan zie je ook wel wat het is. Een dikke keeper, ja, die veert als een paal, mm-hmm, heen en weer. Sint Maarten is toch ook, heeft Sint Maarten niet een link met Nederland? Ja, het kan een link hebben, ja, maar het is geen link met voetbal. Het is gewoon een eiland in het Caribisch, ja, gebied. En de ABC-eilanden, ja, Aruba, Bonaire, Curaçao, dat, yes, zijn Nederlands sprekend, ja, en vallen onder de Nederlandse regering. Ja, precies. Maar Sint Maarten stelt eigenlijk niets voor. Dus de tweede wedstrijd was een goede, waar dat een mooie match-up was. Ja. Toch waar je krachten kan meten. Maar dat is even het niveau in het Caribisch gebied van natuurlijk de eerste ronde. Het is trouwens ook een stukje drama dat je kort voor het vertrek te horen krijgt dat de coach Joseph Yuku besmet is met het coronavirus.
Het is, het overkomt een ieder. Heel zuur voor hem. Ja. En wat een dubbele klap was voor Jozef, dat hij daarna ook nog te horen kreeg dat zijn stiefvader is overleden. Ja. Nou, dan gaan ze allemaal weg. Totdat je hoort dat Obrando Hoeswoud ook positief getest is. Ja. En dat is ook weer een damper. Absoluut. Maar ze kunnen daar heel snel opnieuw testen. En op de tweede test, op de dag van de wedstrijd, was het negatief. Gino Brandon gaf ons die informatie direct door. Was betrouwbaar om het te gebruiken. Ja, dan staat hij in het doel. En het is toch wel een ander toernooi tot nu toe. Ja. Dan met Robben 2 jaar geleden. Omdat je daar geen verkapte vorm had. Ja. En dat pools ineens van 4 naar 3 gaan en we zijn van de wacht. Dat is toch, dat vind ik wel minder. Zeker weten. Goed, natuurlijk. Inter Mongotapu, die is uitgekomen in de halve finale tegen Metropolitan uit Puerto Rico. Daar komen we straks wel op terug. Wat natuurlijk ook gaande is het huiswerk dat Dien Goree heeft gehad om de nationale selectie samen te stellen. Die, de jongens dus die geselecteerd zijn geworden voor de wedstrijden van 4 juni en de zeer belangrijke wedstrijd van 8 juni. En die wedstrijd zal in Chicago zijn, dacht ik, Koesje? Ja, dat is officieel in Chicago. Officieel in Chicago. We gaan even kijken naar de lijst van spelers die zijn opgeroepen door de bondscoach. Oké, ja, start. Uno Max Flow, Trena Jorge, Setia Pazes, Alamare, de Boy de Tap Go. One hour mission, un complete mission, Seriusu. Ano Comedy Show, we sort team, we sort Condre Correa de Fuini de Joe. Joe, 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 Joe. Nacho, Nacho, we are Bribi in Nacho. Nacho, Nacho, we are Bribi. Goed, dan hebt u dat ook gezien. Koesje, jij weet natuurlijk ook, jij ziet natuurlijk ook welke spelers allemaal geselecteerd zijn. Als je kijkt welke spelers allemaal op standby staan en welke geselecteerd zijn, direct geselecteerd zijn, dan was dit toch wel voorspelbaar, gezien de competitie hier helemaal stil ligt. Ook al was de competitie actief, dan nog zou deze situatie voordoen. Onze amateurvoetballers is leuk, ook al waren ze in topvorm. Ja. Je bent niet opgewassen tegen echte professionals. Dien Goree heeft dit van tevoren aangegeven, het is geen nieuwigheid. Ja. Suriname moest eraan gaan wennen. Men moet geen reden gaan zoeken, nee. Omdat de competitie stil ligt, dan verliezen we met voetbal. Ja. Omdat de competitie stil ligt, verliezen we met voetbal. Ja. Ook al waren we actief, er zijn niveaus verschillen. Uiteraard. En deze groep is stand-by. Wil jij van Bermuda winnen, kan je nog een paar van die Surinamse jongens hebben. Tegen Canada ja. Moet je eigenlijk je selectie met 18 of 20 man uit de prof bestaan. Ja. En misschien 2 of 3, want je gaat met Canada geen profvoetballer wisselen voor een amateur. Inderdaad. Goed, dan heb je natuurlijk de toevoeging van een Geraldo Becker, een Brian Tevreden, een Haps van Feyenoord. Hele sprekende namen, zeg maar. Zeker ook in de Eredivisie. In de Bundesliga, toch, Geraldo Becker. Zijn dit jongens eigenlijk die het verschil ook kunnen maken voor Suriname? Zeker. Als je dit soort type jongens selecteert en je ziet van waar we ooit kwamen en wat we nu in huis hebben, ja. Dan zijn het type jongens, je speelt ook niet zomaar in de Bundesliga. Laten we dat elkaar niet vergeten. Ook volgens van ADO Den Haag. Hè? Toch? Dus ja. Ik zeg altijd, Nederlandse goede leerschool, ja. Altijd de basis. Haps, Feyenoord. Dus dit is wat we willen hebben. En daar heb ik ook gezegd, winnen van Bermuda is leuk. Hoe win je van Bermuda? Ja. Maar Canada is de beste testcase met deze groep. Ja. Prost tegen prost. Canada heeft 4-5 die uitschieten die in sterkere compositie spelen. Ja, Bundesliga is top. Kijk maar waar Davies speelt bij Bayern München. Mm-hmm. Maar hij speelt bij Bayern. Ja. Habsteiner, toch? Dus we kunnen niet wachten. Want je wil zeker mannen als Sharon Sherry en Jozef Zoon, dat weet je zelf. Als je te bedenken met Becker, Habs en Ter Haag, Donk, noem maar op, Leerdam. Ja, dat wil je zien. Ja. Want dat gaat maken, zeggen van oké, een niveau hoger. Mm-hmm. En wat als je straks voorbij Bermuda gaat en je mag de goede woord tegen Canada? Ja, dat zal natuurlijk
En die goede beurt is winst, hè, Koesje. Dat moet toch gewoon realistisch zijn. Zeker. Je moet beide gewoon winnen met 1-0, 1-0. Dan zit je in die tweede ronde. Dan hebben we het geluk dat we weer op basis gaan spelen van uit en thuis, eindelijk. Toch? Goree heeft ook gezegd in Q&A Studio Sports Machine. Wil hij verder gaan tot die eindstrijd, zal hij door moeten selecteren. Zeker. Om andere jongens erbij te halen. En misschien jongens als Boetius, Riedewald, maar aan die hoogte. Als die jongens willen komen. Als natuurlijk. Ze willen komen. Waardoor ook jongens van deze groep hetzelfde lot zal overkomen of ondergaan wat die amateurvoetballers. Ja, want een deel zal afvallen natuurlijk. Toch, want je krijgt profs in gradaties en je krijgt profs op niveaus. Precies. Ja, bijvoorbeeld Ryan Donk. Ja, hij doet het nog steeds wel goed met Galatasaray. Is een leider, is de captain van Suriname. Maar hij is ook al 35 jaar oud. En laten we even eerlijk zijn, zie je hem tot zijn 37ste nog voetballen voor de nationale selectie? Nou, die keuze als je zo'n goede doorstroming hebt. Laten we zeggen, als hij nog topfit is en hij wil opgeroepen worden door Goree, dat kan hij. In de competities kan je Europa, als je goed zorgt voor je lichaam, ga je lang mee. Costa Curta, Veertje Hoed, Claire Seedorf, noem maar op. Klopt. Maar vaak genoeg zie je dat weinig bondscoaches spelers selecteren op een leeftijd van 37 jaar. Vaak genoeg zie je bij de keeper, als hij goed genoeg is. Maar het gaat spelen, want als jij Davies gaat zetten op Donk en is 37 jaar, dan krijg dan je heb een probleem. Dan heb je een probleem. Of hoe je die spits ook weer, wat ik hier laatst van Chelsea, die Amerikaan. Pulisic. Pulisic. Ja. Ja, speelt Chelsea op 10. Ja. Dan kan dat een rol spelen. Maar nogmaals, laten we niet zo ver gaan. Eerst geweldige selectie wat er nu is. Volgens de informaties die we kregen, komen ze 26 aan de Rashid. Ja. Ze gaan in een bubbel. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Maar je wil ook niet hebben dat deze selectie, wat die heeft geselecteerd, povertjes gaat winnen van Bermuda. Ja, precies. Want als dat povertjes is, moet je weten wat je te wachten staat tegen Canada. Ja. Maar dan kan Rashid, moet je ook wel zeggen, Dean heeft ook nog niet de tijd gehad om met de selectie echt te trainen, nu in 10 dagen. We hebben niet gezien dat Nacho onder druk komt te staan. We hebben ook nog niet meegemaakt waar Nacho tegen achterstand moet voetballen. Maar dat soort dingen willen we wel zien. Om te weten hoe goed is de selectie, maar goed is Team Goree ook om als coach de juiste wissels te plaatsen om bijvoorbeeld een achterstand om te zetten, want hij moet het moeilijk krijgen. Wat je natuurlijk ook hebt is de doorstroming van zoveel diaspora spelers. Suriname kan nu over zoveel diaspora spelers beschikken. De selectie gaat steeds meer tussen deze spelers, met deze spelers krijgen zij steeds meer te maken. Krijgt Dean Goree ook met een luxe probleem te maken? Zeker. En ik heb ook gezegd, Dean Goree moet het moeilijk krijgen. Geen enkel bondscoach in de wereld moet het makkelijk hebben. Ja. Hij heeft de beschikking straks over een luxe. Kan hij de juiste selectie op de been brengen? Ja. Hij heeft kwaliteit op kwaliteit. Dubbele bezetting op elke positie. Ja. Kan hij het mechanisme laten functioneren? Want één ding moeten we niet vergeten, Rashid. Hij hoeft ze niet te leren voetballen. Nee. Want ze voetballen al bij geen club. Juist. Het systeem dat hij wil spelen, Dean Goree, denk ik, kwam vanuit die Hollandse voetbalschool. Ja. En is gewend geweest aan 4-3-3. Ja. Maar kan ook 4-4-2 spelen. Of 5-3-2 of 3-5-2. Noem het maar op. Hij moet ze laten kunnen functioneren. En daar krijgt hij nu wel de kans om dat te doen. Oké, Bermuda is te pakken. Tot slot ook. Bermuda is te pakken. Maar vind je 4-3-3 een verstandig besluit tegen Canada? Als je weet dat je eigenlijk met 1-0 moet winnen en je hebt je werk gedaan om door te stromen naar de volgende fase. Laat maar zeggen, ik ben niet de bondscoach. Ja. Maar als ik kijk hoe voetbal heet en nagen wordt gespeeld, dan kiezen ze toch wel soms met 3-5-2. Ja. Of met om het middenveld te beheersen. Dat zie je vaak met een valse nummer 9. Ja. Ik weet niet wat Dean gaat doen, want de kwaliteiten van Josefsson en Becker. En moeten tot uit te komen, Ter Hag ook. En daarachter met Sharon Sherry en Bissetso, die vaak ook aan die bal wil komen. Ja. Ik denk dat hij start met 4-3. Daar heb ik het niet over Bermuda. Maar want ik ga gewoon boos worden als we verliezen van Bermuda. Absoluut. Dan is het afgelopen. En ik zal altijd zeggen, ook gelijkspel is fataal. Het is fataal, want je weet niet wat er daar gebeurt. Je hebt een kans.
En gelukkig is Canada op het laatst, waarbij de spelersgroep al aan elkaar begint te wennen. Klopt. En dan hebben we 4 dagen de tijd tegen Canada. Ja. Ik moet wel zeggen dat Canada bijzonder slim geweest is. Daarom is de voorzitter van de voetbalbond boos geworden. Ja. Eén, de trip is duurder geworden, maar als je Canada heeft aangegeven, zij spelen niet in Orlando om één reden. Ze houden niet van het klimaat. Ja. Het is een beetje nog te warm. Dus ze gaan naar Chicago. Ja. Het is hun thuiswedstrijd. Precies. Geen probleem voor onze voetballers, want allemaal van ons komen eigenlijk uit Europa. Precies. Alleen de kosten hoog, ja. Maar we kijken wel naar uit, man. Dit is nou voetbal waar naar je uitkijkt. Absoluut, zeker weten. Heb je er zin in? Ik heb er zeker zin in. Maar even de rollen omkeren. Ja, je hebt de selectie ook gezien van Dean Goree. Mm-hmm. Wat vind jij zelf? Want jij kent natuurlijk de spelers ook uit de competities. Nou, het is net wat je zegt. Dean Goree moet met het allerbeste gaan. Wil hij het hoogst mogelijke bereiken met deze jongens? En als je kijkt naar de selectie, dan zeg je van ja, het zijn toch wel spelers die een heel toegevoegde waarde kunnen hebben voor de nationale selectie. Zeker als je kijkt naar een jongen als Haps. Van een jongen als Haps verwacht je gewoon dat hij in de basis staat. Van een Geraldo Becker verwacht je gewoon dat hij in de basis staat. Het kan heel interessant worden. En dan, oké, de verhuizen gaat naar Bermuda winnen. Ja. Toch? Deze selectie tegen Canada, want jij kent natuurlijk ook Canada uit het hoofd en je kent ook niet als spelers van Canada. Jazeker. Hoe zie je dat zelf? Nou, en daarom vroeg ik je eigenlijk, hè. Vind je 4-3-3 wel een verstandige formatie om mee te starten als je weet dat je gelijk hebt aan 1 goal? Ik dacht dat je misschien met 4-4-2 kan spelen, een beetje defensiever ingesteld, om even af te wachten, de kat uit de boom te kijken. En natuurlijk om te schakelen naar een meer aanvallend ingestelde formatie. Vanwege Canada, wat ze in huis hebben. Precies, eerst kijken een beetje wat ze in huis hebben. En daarna, omdat je weet dat de goal moet vallen, dat je dan wel aanvallender moet gaan spelen. Hebben we een kans, denk je? Ik denk dat we een kans hebben. Ja. Goed, we gaan dan even naar een andere tak van sport. Want Chevelle Ali, dat is geen onbekende naam bij jullie. Chevelle Ali is de onbetwiste kampioen als het aankomt op Thaibox / kickboksen in Suriname. Voor Chevelle is er al jarenlang geen tegenstander in Suriname. Maar Chevelle Ali, waar het om gaat, is dat zij al enkele maanden bezig is met een MMA training. En zij koestert natuurlijk ook de wens om eens daar op het hoogste niveau te belanden. We zijn in gesprek geweest met deze jonge vechter en we gaan even luisteren naar wat zij te zeggen had. Goedenavond, Chevelle. Om even gelijk met de deur in huis te vallen. Jij staat bekend om het beoefenen van de kickbox / thaibox sport in Suriname. En je bent ongetwijfeld de beste in Suriname in hetgeen je doet. Nu heb je enkele maanden geleden overwogen over te gaan tot MMA. Kan jij mij misschien vertellen wat zoal de verschillen zijn met het beoefenen van deze sport en de thaibox / kickbox sport, Chevelle? Ja, verschil tussen zeg maar kickbox / thaibox en MMA is dat bij thaibox ga je zeg maar trappen, daar mag je ook ellebogen, trappen, knieën, slaan gewoon. En bij kickbox is het gewoon echt, is het zonder ellebogen. Alles, dus zeg maar trappen, knieën, slaan, maar zonder ellebogen. En bij MMA is het zeg maar ook grondgevecht erbij. MMA is zeg maar een mix van alle gevechtsporten bij één. Mixed martial arts. Dus je ziet dat, dan ga je op de grond vechten. Je mag andere technieken komen erbij. Hoe zit het eigenlijk met het verschil in de intensiteit, de trainingsintensiteit? Je hebt de hele tijd gewoon thaibox training gedaan, toch? En je weet precies wat de klappen van de zweep waren gedurende het trainen. Maar heb je een andere ervaring bij MMA? Is het vele malen zwaarder? En kan je daar misschien wat meer uitleggen? Ja, kickbox training is anders. MMA training is weer heel anders en ook iets langer. Het is ook zijn zware kant. Het is best wel zwaar. Het is anders. Het is een andere conditie. Je gaat anders werken. Een ronde duurt zeg maar 5 minuten. Je gaat 5 minuten bezig zijn. Het is denken. Kickbox is ook denken. Maar het is gewoon anders denken. Zeg maar,
Het is nieuw. Het is sowieso nieuw voor mij. En ik moet eraan gaan wennen. Ik moet er nog comfortabel in worden. Maar ja, zoals ik zei, het zijn andere condities, zijn andere uitdagingen. Je bent gewoon een hele nieuweling. En je moet gewoon weer opnieuw beginnen, zeg maar. Je toch in alle kleine kneepjes. En het is denken, het is, zeg maar, locks. Zeg maar, die technieken helemaal... Is een beetje ingewikkeld, maar ik kom er wel. Dan is het zo, of dan stond althans op programma een gevecht tegen Nederlandse. Over een maandje of twee, als ik het goed heb. Hoe zit het met de voorbereidingen daaromtrend? En wanneer begint het moment van echt gericht trainen na dit gevecht toe? Ja, er stond een gevecht gepland om 18 juli. Dat klopt, maar helaas gaat die niet door. We hebben het moeten afzeggen vanwege een knieblessure. Ik heb een knieblessure, nu al zeker een maandje. Ik ben nu in behandeling van de fysio. Dus ja, het gaat wel iets beter, maar ik train nu aangepast. Ik kan niet, zeg maar, rollen, op de grond vechten. En mijn benen ook niet trainen, dus voorlopig trap ik ook niet. Ik ben alleen bezig met mijn bovenlichaam trainen, mijn core. En gewoon alleen boksen. Dus ik train nu aangepast en ik ga mijn gevecht jammer genoeg niet... Ik ga het niet halen, want voordat ik hersteld ben en dan weer gericht trainen. Het is kort tijd. Dus helaas is die afgezegd geworden door mijn manager. En ja, we kijken hoe verder en wanneer we de volgende, zeg maar, wanneer de volgende gevecht is. Oké, Chevelle, dat is natuurlijk jammer te horen dat je nu met een knieblessure zit. Maar het zal zeker wel goed gaan, zoals je aangeeft. Als ik toch nog even dit mag vragen. Je wil de MMA-sport op zoek, maar niemand hoeft jou natuurlijk meer te leren hoe je een goede punch uitdeelt. Of hoe je moet trappen en dergelijke, toch? En natuurlijk leer je nu grondvechten, wat natuurlijk ook wel heel belangrijk is. Maar als je jezelf in MMA-wedstrijden ziet staan, toch ga je dan toch voor een vechtstijl waarbij je liever gewoon staande blijft? Ja, dat is heel erg jammer, maar het komt zeker goed en ik maak het ook zeker goed. Je gaat in een gevechtstijl wat jij comfortabel vindt, wat ik ook comfortabel vind. Dus ik ga, denk ik, natuurlijk staande, ik denk eerder staande. Maar ik ga sowieso ook weten en leren hoe ik me op de grond moet kunnen verdedigen. Hoe ik die takedown defense moet, zeg maar, doen of maken. Dus ik ga wel, denk ik, eerder wel voor staan. En wanneer we op de grond gaan, dan gaan we ook gewoon op de grond. Gaan we gewoon daarvoor, want daarvoor train ik. Dus ja, dat zo, dat ja, staande. Oké, Chevelle, je bent natuurlijk nog een hele jonge vrouw. Je wil graag zo hoog mogelijk komen aan top in de MMA. En dat is natuurlijk UFC. Als ik het goed begrijp, mocht je deze stage niet behaald hebben, bij welke stage zeg je dan toch wel dat je een voldaan gevoel overhoudt als je die stage wel hebt bereikt? Ja, dat klopt. Maar we gaan het voor het beste. En ik ga ervoor zorgen dat het wel lukt. Maar als het niet zou lukken vanwege omstandigheden, zou ik wel echt tevreden zijn met een Bellator. Ook een hele goede organisatie. En met de ONE Championship. Hun zijn ook echt gewoon, dus na UFC zijn hun ook gewoon, zeg maar, goede organisaties. Dus met die zou ik wel ook heel erg tevreden zijn. Ja, en dat was dus QN Sports in gesprek met Chevelle Lee. Koesje, Chevelle heeft aangegeven dat ze met een knieblessure te maken heeft gehad. En we weten allemaal wat een knieblessure kan betekenen. Zeker in de MMA-sport ook. Het hangt ervan af wat voor knieblessure ze gehad heeft. Ja. Is het aan de schijf, aan de binnenste band of de buitenste band? En gelukkig zijn niet de kruisbanden afgeschud, want dan ben je een jaartje zoet. Ja. En weer dan terugkomen op dit niveau. Je krijgt altijd een terugslag. Mm-hmm. Maar je doet mee aan een gevechtsport. Natuurlijk. En als je gevechtsport meedoet, dan weet jij ook dat de blessures een onderdeel zijn van jouw contactsport. Zo is het. En dat loop je op, alleen hoop je dat het niet zo zwaar is, het is vrij jong. Ja. En dat ze goed kan genezen.
En dat ze ook dezelfde drijfsfeer krijgen en de kracht van wil ik wel doorgaan. Mm-hmm. En moet je wel een hele sterke mentaliteit hebben. Ja. En een bepaalde discipline. En blijkbaar heeft ze dit wel. Mm-hmm. Zeker als zoals in het interview aangegeven met jou, dat ze eigenlijk verder wil en hoger op wil komen. Natuurlijk, zeker, dat is haar wens. Maar ze is ook wel, ze zegt ze gaat voor het beste en ze gelooft erin dat ze ook daar komt, UFC. Maar een competitie, een contract krijgen van Bellator, dat is natuurlijk ook heel erg mooi, zegt ze. Natuurlijk, op het niveau waarop zij zit, is dat leuk en mooi. En tenminste is dat eerlijk wat ze aangeeft. Ja. Want we moeten ons nooit brengen nadat we hoger willen gaan, als je weet dat je van tevoren daar niet thuis hoort. Ja. Toch? Je ziet het ook, als je in een bepaalde gewichtsklasse komt, zal jij de droom willen zijn om daar te komen. Ja. De grote droom is om in de top 10 te komen, top 5, ga dan verder. Ja, ja, dat is een different ballgame. En als jij dat het contract kan krijgen, want het contract moet je afdwingen, ja. Dan zoals je het aangeeft, ben je door waar velen ook willen gaan. Ja. Je hebt MMA natuurlijk in gradatieniveau. Mm-hmm. En dat zou voor haar, denk ik, het platform moeten zijn. Ik ben benieuwd als, hoe zij zich verder gaat ontwikkelen hierop. Ik ben zeker ook benieuwd, Koesje. Natuurlijk, Chavella, heel veel succes. Ook namens Kensports natuurlijk. We hopen dat je daar komt waar je wil komen. Maar begin natuurlijk eerst goed te herstellen van je knieblessure. Goed, dan gaan wij weer even naar voetbal. Want Suriname is onlangs, en zeker het district Coroni, in diepe rouw gedompeld toen de jonge oud-voetballer van Robin Hood is komen te overlijden tijdens een ossobal, zoals men dat ook kan noemen, en dat is Ivanildo Rozenblad. Vorige week hadden wij al iets in memoriam voor hem, maar Ivanildo Rozenblad die is afgelopen vrijdag begraven en er is een heel mooi nummer voor deze Ivanildo Rozenblad uitgebracht. We gaan daar even naar luisteren. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Maar bij ons blijf je altijd bestaan. Masrakariu kom na een zee, na een fasi. Maar tje, zo'n fasi uno bensa denki. Wisa krei. Die usref lobby na nga krachti. Wang bigi famiri. Wisa krei, yuno demoro na wisei. Rostu switi mi brada. Sribi switi mi brada na yu masrasi. Famo tu sundra yu man masra puriu apuriu na misei. Famo tu sundra yu man masra puriu apuriu na misei.
Rustzacht, Ivan Ildo Rosenblad en nogmaals namens de gehele familie van QN Sports. Heel veel sterkte aan de familie en de nabestaanden. Koesje, we hebben zelf hier nog niet zoveel over gesproken, maar wat triest dat deze jongeman, die genoodzaakt was te stoppen met voetballen, uiteindelijk zo het leven laat. Inderdaad, zodra iemand overlijdt is het al triest. En natuurlijk in die voetbalsport waarbij Ivan Ildo eigenlijk de spits is geweest. Ja. Waarvan we dachten van, we hebben weer een spits, een nummer 9 waar Suriname. En je zag ook hoe hij Robin Hood eigenlijk bracht in zijn eerste en zijn tweede jaar. Ja. En direct plaatsen voor Caribisch voetbal. En toen, het was dezelfde minister van Volksgezondheid dit momenteel, Amara Madin, die toen de bondsarts was, heeft ook een statement gedaan. Waarbij de diagnose is vastgesteld en het ontdekt geworden is. En het meest rapport besproken is geworden. En moeilijk voor zo'n jonge leeftijd. Je vraagt je alleen maar af, hoe is het verder geweest met de begeleiding op dit stuk? Maar je hoort dan ook aan de andere kant dat hij niet echt erin geloofde, het medisch aspect. Als hij moest gaan naar een Lukuman, weet je, of een Ambonuman, of wie dan ook wilde kijken. Hij mocht niet meer voetballen. Ja, weet je wel, en ik heb nog niet de juiste informatie is of hij, als hij geopereerd zou worden, dat hij misschien een bypass zou krijgen, dat hij een langere levensduur had om in leven te blijven. Ja. Maar hij was zo gedreven van voetbal en om iemand van 17, 18 jaar of 20, 21 te gaan zeggen. Hij zou 25 worden op zondag. Maar toen hij moest stoppen met voetbal was een paar, 5, 6 jaar geleden. Ja, ja. Toch, het kan niet meer. Mm-hmm. En Robbie heeft gelukkig in de persoon van Ramon Abraham, dat clubpresident. Heb ik van dichtbij meegemaakt. Ja. Ze zei, ik ga jou helaas niet meer kunnen laten voetballen. Ja. En je krijgt ook geen toestemming. Hij was boos. Heel erg boos. En Robin heeft een juist besluit genomen. Ja. Op basis niet van Ivan Ildo Rosenblad. En dat Robin als mens. Van ik kan dit niet doen, want het is onverantwoordelijk. Ja. Wat als Robin dit niet had gedaan. En hij was meegegaan. En hij was op het voetbalveld gezet. En hij was overleden. Ja. En zou Robin het zou de grootste zwarte bladzijde worden, Rashid. Ja. Ze hebben kundig gereageerd, medisch besluit van Amar en zijn staf niet terzijde gelegd, overwogen en gezegd, hij is 2 jaar niet gaan voetballen, toen naar West United. Bleef voetballen tot je dit bericht kreeg. We hadden het geluk toen we naar Nikeri kwamen, afgelopen vrijdag, dat we nog zijn gestopt. Ja. Amar, we zijn even nog gestopt, waar het was opgebaard van afstand om te kijken. Ja. Het moest zo zijn dat we ook bij moesten zijn en daarom zitten we ook hier in Nikeri. En het gaat natuurlijk de geschiedenis in met een dramatisch moment voor de familie Rosenblad, voor het district Coroni. En de Robin Hood familie. Rob, en de nationale selectie, ja. Want we hebben een topspits verloren, die al een paar jaar doen. En ja, als je zo aan het einde moet komen, had hij toch nog moeten luisteren, vind ik, aan het medisch aspect. En niet gaan voetballen. Want dat was bekend dat als je dat doet, dat het fataal kan worden. En kijk wat een drama het is geworden. Zeker een drama geworden. In de Mukotapu door naar de finale van de Caribische Club Kampioenschappen. En dat nog wel zonder Jozef Yuku, die in Suriname is gebleven. Nogmaals, in de Mukotapu naar de finale. En dat binnen korte tijd. Alleen verloren ze helaas. Koesje van Franciscan. Hun eerste doelstelling is bereikt. Ja. Want ze hebben ooit al de finale gehaald van dit toernooi. Mm-hmm. Dus ze kennen de klappen van de zweep. En als je naar het toernooi gaat, ga je voor het belangrijkste. Als landskampioen van Suriname moet je ze meegeven. Natuurlijk met de technologie zit Jozef Yuku hier en kan alle instructies geven aan zijn team. Want zover zijn we al. Ja. Maar kan omdat ze de finale hebben bereikt. En dan moeten we weer niet gaan zeggen van, we hebben een jaar niet gevoetbald. Want doordat we een jaar niet hebben gevoetbald, hebben we toch de finale bereikt. Ja. Dus wat voor boodschap heb je daaraan? De vraag is nu, hoe maken ze het af? Ze hebben de kans al geproefd om het niet te winnen. Nu hebben ze alle kans dat Inter zich revancheert. En hopelijk Caribisch kampioen kan worden. Want dat gunnen we elke club van Suriname. Ja, en dus goed. Maar hoe zie je de finale tegemoet? Finale is één wedstrijd. Hoe fit is de selectie van Inter Mukotapu? Ja.
wie is je tegenstander? Toch, dat zou een rol spelen. Hebben de spelers van Inter Montabaur wel in hun benen om zo kort naar elkaar elke keer een topprestatie neer te zetten? We hebben dat 2 jaar geleden gezien met Robin Hood. Toch brede selectie had Roberto Goedeken. Zouden de spelers in het spel, zeg maar, op het veld, de stem van Jozef Jukku langs de zijlijn missen? Ja, hoe je dat, hij is de hoofdcoach. Mm. Toch, en hij zal zoals spreken voor die wedstrijd. Ja. En misschien tijdens rust wordt hij ingebeld. En hij, omdat hij naar de wedstrijd kijkt, geeft hij ook de instructies. Ja. Maar Jozef laat natuurlijk veel over als assistent. Maar zijn stem is belangrijk, want hij is de hoofdcoach. En hij kent het succes met Inter Montabaur. Maar goed, dit was het dan voor wat betreft deze aflevering van QN Studio Sport. Ik wens u een fijne kijkavond verder vanuit Nikeri. En Koesje, jij ook hartelijk bedankt voor je participatie. Het was geweldig om weer in het Westen te zijn. Absoluut. En ook dan natuurlijk aan het productieteam hier bij RTV. Waar we ook zijn, ja. Dat we het bewezen op Curaçao, bewezen in Brazilië. QN Studio Sport wordt overal opgenomen en gemaakt als het moet, toch? Curaçao was het geen kunststudiesport, het was toch buitenlands. Nou, ook nog. Dus het feit is, we zorgen ervoor dat de kijkers het programma voorgeschoten krijgen. Yes. Kijkers, ik wens u een fijne kijkavond verder en ik zeg goedenavond.